Ik zeg je eerlijk, wat Lexus me ooit had geleerd was. Jij kan real zijn met iemand. Ja, maar iemand gaat niet, maar iemand gaat niet even real zijn met jou als dat jij met diegene bent. Snap je? Dus daar moet je wel ook. En daar ben ik ook achter gekomen in de afgelopen tijd. Je weet toch, dus. Nu ben ik niet meer zo para als toen, je weet toch. Dan denk ik gewoon van fuck die shit, man. Ik heb mezelf gered, man. Daarom. Maar ben je er nu wel helemaal van gedistanceerd of ben je nog wel. Ja, maar je zit me niet meer met die niggas toch? Maar denk je dat zoiets zeg maar dan ook nog goed komt in de toekomst? Of ben je nu gewoon van ik hoef helemaal niks meer van die kant? Want ik weet niet hoe jij zeg maar helemaal erover denkt. Het is niet van of het goed gaat komen, je weet toch? Ja. Ik gun ze nog steeds alles van harte, bro. Ik ben geen player heten, je weet toch? Pak je platen, pak dit, dat, zo, maar in de hoed, bro. Hoef je mij niet te checken. Je weet toch? Ja, box mag. Ja, toch mensen die je moet checken, ga die checken, je weet toch? Ja, ja. En ik zag je laatste een. Je ging iets uiten over het project Cementblok. Dat was met Van Negatief, dacht ik. Ja. Ja, wat zat daar niet goed? Wat je zei... Ja, bro, hey, dit ik zijn de para, dingen. Kijk, ik was gewoon para op nega. Ja. Omdat, kijk, voordat... Boku zat bij Nindo, je weet toch? Mm-hmm. Ik zat niet bij Nindo, nooit gezeten, maar... Dus gewoon omdat hij erin zat, was ik vaak in de studio met hun. Mm-hmm. En op een gegeven moment waren we bezig met een project, zeg maar, voor Nega. Want hij zou weer met muziek bezig gaan of zo. Mm. Weet je toch, veel dagen in de studio gezeten, uren gemaakt, alles. Je weet toch, veel harde pokoes. Uiteindelijk kwam die Tory met Alexander. Ja. Yeah. Oh, ja. Je weet toch? Shit, waar is hij, man? Ik vond hem hard, man. Was ja, ik weet dat nog brother. Toen, man. Ah, man, ik was met hard. Jay was echt op hem, man. Hij was een stoorzendertje. Het was eigenlijk geen stoorzender, maar diegene wou niet doorgunnen op dat moment. Of het kwam gewoon niet uit. Maar ik was wel op hem. Maar hij had ook een hele broeia. Ik wou hem signen, man. Hij had ook een hele broeia, toch? Ja, ook met Nega, toch? Ja, en toen kwam die Tory van die telefoon, je weet toch? Dat, ja. Ik was gewoon hard. Ja, maar kijk, ik zei gewoon hard van broer, je lult broer. Je bent nega, ga naar de winkel, man. Je weet toch? Hey, jij was dat, man. Oh, ja, jij hey, was dat. We hebben betrokken. Ja, het ging fire. Toen kende ik hem nog niet, bro. Ik was dit helemaal Wat is dit? Leg het uit, man. Wat voor telefoon? Kijk, was een soort telefoon. Een iPhone gebaaid. Maar het was een Chinese-achtige shit. Kijk, mijn broer. Was dat Chaifu? Nee, dat Chaifu. Jij over die app is het een peer gewoon. Ja, 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 ja. Maar pa, nee, kijk, ik was in Suriname, je weet toch. En het was in die app gegooid. Van wie wil Talibaya, broer? Maar ik had zoiets van, broer, die man heeft zelf geen iPhone, pa. Hoe ga je een telefoon van hem kopen, je weet toch? En ik ben gewoon, alle momenten ben ik gewoon hardcore, broer. Ja, ik ben gewoon eerlijk, straight, real, je weet toch? Die man was gierig, bro. Ja, maar ik ga het bij je. Nog spang maar bij je. Pap, pap, pap. Die man bij je nu die avond. Die man flash. Dit, dat. Sorry. Je weet toch. Nu die man komt met die... Je weet toch. Hij zegt, man, maak me mijn doeken terug, man. Dit, dat. Nee, die man heeft me geflashed, man. Je weet toch. Die andere, weet toch. Meo geen flesje voor nega. Ja. Geen flesje van de... We hebben wel ons tijd erin gestoken, je weet toch? En dan had zoiets van, fuck die project, man. Yeah. Dat. Ik ga die man overal voor afhalen. Je weet toch? Maar ik zei, fuck hem met ons dan. Je weet toch? Want hij stond ook nog niet op veel pokus. Yeah. Dus die pokus waar hij op stond, zijn uitgekomen. Maar de rest is gewoon weggegooid. Wow. Je weet toch? En toen zei ik van, broer, je weet toch? Desnoods, toch? Breng je die plaat uit. Je weet toch? Pak ons een kleine chance, je weet toch? Dan... Kijk je wat je met hem doet, je weet toch? Maar broer, je moet niet met hem een tijd spelen, broer. Dat krijg ik niet terug, je weet toch? Ja, zeker. Ja, en Sjeu zei altijd iets van... Broer, je kan spelen met mijn money, maar speel niet met mijn tijd. Je weet toch? Dus je money kan ik zeg maar wel klemmen. Dat zei Sjeu, broer, je kan me naar banken vragen, je weet toch? Hé, wacht, hé. Era heeft me ooit een donnie gegeven voor chaps. Ja. Shout out naar Era. Dat vind ik wel netjes. Ja, maar je hebt me ook een keer gegeven. In 2014. Je hebt me niet gegeven. Broer, daar zijn ik gewoon lang. Daar zijn ik gewoon lang, broer. Niet die credits klemmen. Oké, maar ik heb nog één vraag in betrekking. Ik ga hem dadelijk topen naar die. Wacht maar. Nu wil je topen,